Mevrouw de voorzitter, maandenlang hebben ze vergaderd. De omstreden klimaattafels. Vertegenwoordigers uit alle sectoren van de maatschappij zaten erbij. Het bedrijfsleven, de klimaatlobby, de overheid. Samen bekokstoofden ze de peperdure en zinloze klimaatplannen. De enige die niet aan tafel zat, was de belastingbetaler. En juist die mag de maatregelen gaan bekostigen. Het onafhankelijke planbureau voor de leefomgeving, net zo onafhankelijk zo blijkt als de DDR democratisch was, kreeg de opdracht om deze voorstellen uit het klimaatakkoord door te rekenen. Half september zou het klaar zijn, precies op tijd voor Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. De week dat we hier in het parlement de begroting bespreken en de ultieme democratische weging maken van de plannen van het kabinet. Mark Rutte vond dit onwenselijk. In al haar onafhankelijkheid bewoog het PBL mee en hield dus de openbaarmaking van informatie tegen. Publicatie van de doorrekening werd over Prinsjesdag heen getild. Het parlement werd juist op deze essentiële dag in het jaar de mogelijkheid ontnomen zich uit te spreken over zo'n beetje het grootste project van deze eeuw, de 1000 miljard kostende energietransitie. Nu waren de klimaattafels op zichzelf al een typisch voorbeeld van kartelpolitiek. Achter de schermen met maatschappelijke organisaties lekker polderen en dat dan via handjeklap met het kabinet doorduwen, zonder dat de belastingbetaler erbij zat. Maar nu is daar dus nog een tweede schandaal bijgekomen. Rutte blijkt achter de schermen grote druk te hebben uitgeoefend om de datum van de publicatie te manipuleren. Mevrouw Agnes Mulder. Ja, voorzitter, ik kan mij nog een debat herinneren met de heer Baudet. Dat hij aangaf dat hij zijn 100.000 miljard, 1000 miljard zou laten doorrekenen door het PBL. Wanneer kunnen we die doorrekening verwachten? De heer Baudet. Ik zal dat denk ik even over Prinsjesdag heen tillen, als u dat goed vindt, mevrouw Mulder. Maar wanneer dan precies naar Prinsjesdag? Want dat kunt u dan nu wel aangeven. Nou, wij hebben hier een heel model gepresenteerd over op onze website. En we hebben inderdaad aangegeven op al die posten. We zijn van harte bereid om daarover in gesprek te gaan met allerlei planbureaus en dat aan hen te vragen. Dus dat zullen we zeker doen. Ik heb nog geen datum voor u. Mevrouw Mulder. U komt gewoon uw woord niet na. U belooft hier in de Kamer dat u het laat doorrekenen. Doet het gewoon niet. Nee. Nou, dat klopt dan dus. Nee. Natuurlijk niet. Nee, we zijn van harte bereid, heb ik ook steeds gezegd. Maar dit is toch wel een mooie bak onzin van meneer Baudet. Hij heeft beloofd hier in de Kamer om het door te laten rekenen door een onafhankelijk bureau. Maar dat doet hij dus gewoon niet. Dus hij komt zijn woord niet na. Nou ja, dat is heel betreurenswaardig vandaag dat we hier achter komen. Vind ik echt wel een schande eigenlijk. Oh ja? Nee. Nee, ik heb steeds gezegd, ik ben van harte bereid om alles te bespreken, alles te laten doorrekenen. Iedereen mag meekijken. Dus ik zie totaal het probleem niet, mevrouw Mulder. Mevrouw Mulder. Nou, het probleem, meneer Baudet, is dat u eerst iets belooft aan al uw collega's hier in de Tweede Kamer en dat vervolgens gewoon niet nakomt. Dat is wat het probleem is. En u tilt het overal overheen. Dat is makkelijk voor u, want dan hoeft u nooit, wie beweert heeft bewijslast, hoeft u dat nooit na te komen. Handig hoor, meneer Baudet. Onbetrouwbaar vind ik het. Ik weet niet waar zij het over heeft, mevrouw de voorzitter. Dan stel ik u voor. Ik nodig nogmaals iedereen uit om alles na te kijken op onze website. Ik heb ook steeds gezegd, we zijn. Ja, en ik heb ook steeds gezegd. We gaan dingen met iedereen in discussie aan. Iedereen mag meekijken. Iedereen kan met ons in gesprek over al onze analyses, al onze stellingen. Je ziet overigens ook nu al dat in allerlei provincies wordt gezegd om deze provincie klimaatneutraal te krijgen enzovoorts, hebben we meer nodig dan 1/12 van 1000 miljard enzovoorts. Dus je ziet dat het komt meer op hoger uit zelfs nog dan 1000 miljard. Dus volgens mij begint dit langzamerhand het begint een soort plan te worden, dat hele klimaattransitieverhaal, met een open einde. De kosten lopen alleen maar op en de resultaten nemen af. Mevrouw Jezirkus. Ja, voorzitter, ik wil gewoon eigenlijk de vraag van mijn collega Mulder herhalen. Wanneer gaat de heer Baudet zijn plannen naar PBL doorsturen? En wanneer kunnen we die doorrekening hier in de Kamer verwachten? De heer Baudet. Met een kabinetsappreciatie hoor ik hier. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik PBL als enige het toevertrouw na dit zoveelste schandaal
om eens even in al haar onafhankelijkheid dingen te gaan doorrekenen. Ik vind ook dat woord eigenlijk niet goed, maar ik heb steeds gezegd, en daar sta ik ook volledig voor, allerlei instituten, en we gaan ook gewoon externe organisaties erbij betrekken, die moeten meekijken, die moeten meedenken. En ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Ik denk dat ik daar de komende dagen maar eens met een heel concreet plan mee kom. Dus dat kunt u binnenkort verwachten. Mevrouw Nou, voorzitter, die toezegging heeft u maanden geleden hier in de Kamer gedaan. Welke toezegging heb ik volgens u dat precies gedaan? Wat bedoelt u precies? Voorzitter, heer Baudet heeft hier beloofd. Ik zal mijn plannen door laten rekenen, want ik weet het zo goed. Nou, daar verheugen wij ons op. Wat heb ik precies... Nee. Ja, daar verheugen wij ons op. Kunt u mij letterlijk citeren, mevrouw Jezeerde Segeris? Totaal geen behoefte aan, heer Baudet. Totaal, ja, u haalt me aan. U zegt dat ik iets beloofd heb, dan wil ik graag het citaat weten. Het is niet meer te volgen. Wacht heel even. U heeft hier in de Kamer op vragen onder andere van collega Jet van D60, ook van andere collega's gezegd, ik laat mijn plannen zien en ik laat ze doorrekenen ook als het moet. Nou, ik vind prima als u zegt niet alleen PBL. Dan doen we TNO erbij, doen we TU Delft erbij, wat u zelf wilt erbij. Maar graag laten we een datum afspreken. U zegt, dan ga ik ze hier agenderen. En dan gaan we het er gewoon met elkaar over hebben. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik denk dat het land het ook heel erg interessant vindt. Dus welke datum zullen we nou afspreken? Over Prinsjesdag, dat vind ik prima. Dus u, eventjes voor de goede orde. Ja. Ik weet niet precies wat u nu citeert, wat u allemaal in het hoofd houdt. Wat mijn plannen zijn die ik zou willen laten doorrekenen. Het gaat er mij juist om dat ik de plannen zie van het kabinet. En dat ik zeg, dit kost veel meer dan jullie zeggen dat het kost. Ik heb ook gezegd, ik vind het een ontzettend goed idee om daar verschillende en ook liefst externe rekenmeesters op los te laten. Misschien wel internationale rekenmeesters, een ontzettend goed idee. Het is alleen volgens mij niet aan mij om dan te zeggen, die heb ik dan en dan. Want dat kan ik niet zeggen. Ik ga die rekeningen dan niet maken. Het zou dan een andere organisatie zijn, maar ik sta er van harte voor open. Maar voorzitter, de heer Baudet, iedereen kan dat toch doen? De heer Baudet verwijst toch vervolgens naar zijn website, waar al die plannen staan. Die vinden wij super interessant. Die nemen wij ook super serieus. Het zijn de plannen van Rutte. Ik ga heel even ingrijpen. Ik wil graag... Dat zijn niet mijn plannen die 1000 miljard kosten. Ook zonder microfoon. Nee, ik wil even mevrouw Jezilkus het woord geven en dan kunt u daarop reageren. Mevrouw Jezilkus. Voorzitter, ik ben gewoon ontzettend geïnteresseerd in de plannen van de heer Baudet. Nou, dat zou winst moeten zijn, dat is leuk, toch? Oké, dus ik wil heel graag, net als collega Mulder, net als andere collega's, weten. Wat houden die dan in? Misschien zitten er wel hele slimme dingen in die wij over het hoofd zien, zou zomaar kunnen. Dus ik vraag, kunnen we die dan ook eens laten bekijken door planbureaus, door onafhankelijke deskundigen die de heer Baudet zelf kiest? En kunnen we gewoon een datum afspreken, zodat we dat lekker alvast kunnen inboeken en dan kunt het met elkaar over hebben? Goed. Maar is ook een antwoord. Als u dat niet aandurft, vind ik ook prima. De heer Baudet heeft het. Of een datum. De heer Baudet. Er zijn volgens mij twee dingen die een beetje door elkaar lopen. Het ene is dat wij hebben gezegd, die klimaatplannen die zijn veel duurder. Die lopen op tot misschien wel 1000 miljard. Dat is kwestie 1. Daar hebben wij een analyse van gepresenteerd op onze website. En wij nodigen iedereen uit, nationale, maar ook internationale becijferaars, rekenmeesters enzovoorts, om daar hun visie op te geven. Nou, het eerste wat ik net al aangaf, begint nu binnen te druppelen, namelijk dat allerlei provincies zeggen, om Gelderland klimaatneutraal te maken, is zoveel nodig. Om Overijssel klimaatneutraal te maken, is zoveel nodig. En als je al die bedragen bij elkaar optelt, dan kom je al op meer dan 1000 miljard uit. Dus dat is het ene puntje van de plannen van dit kabinet en hoeveel die zouden kosten. Het andere punt, daar begreep ik dat mevrouw van de VVD het nu over heeft, dat is onze eigen plannen, onze fantastische plannen voor een beter Nederland. Ons eigen partijprogramma dus, als ik het goed begrijp. Daar zou zij graag meer van willen horen, meer van willen weten. Ook daar van harte uitgenodigd. Zoals zijn veel VVD'ers ook u al voorgegaan, overgestapt naar FVD. De overstapweken zijn ook binnenkort weer. Daar is nog veel meer over te zeggen. Ik wil ook heel graag verder praten over de plannen van Forum voor Democratie. Maar dat doe ik graag op een daartoe geëigend moment. We hebben ook heel vaak avonden in het land enzovoorts. Bent u ook van harte uitgenodigd. Nu gaat het erover, en dat is natuurlijk een beetje het gevoelige punt hier. Het beleid van haar eigen minister-president, de VVD'er Mark Rutte, die gesjoemeld heeft achter de schermen met openbaarmaking van doorrekeningen
van het PBL. Ik stel voor en natuurlijk wil ik graag ook spreken over de plannen van Forum voor Democratie. Ik heb achter beperkte tijd en ik ga daar dit debat nu niet verder op in. Wel zal ik u één ding toezeggen. Onze democratische vernieuwingsagenda komt ook de parlementariërs van de VVD uiteindelijk ten goede. Gaat u verder. Tijdens de algemene politieke beschouwingen in september vorig jaar heeft de minister-president de berekeningen van PBL niet alleen achtergehouden, hij deed zelfs alsof ze er niet waren. Ik citeer uit zijn woorden tijdens de algemene politieke beschouwingen. Als zij daarmee naar buiten komen, dan zullen wij daar op dat moment onze opvattingen naast leggen. Dat zei hij. Waarom vertelde hij niet eerlijk dat de cijfers al op zijn bureau lagen en er hard gewerkt werd aan een kabinetsreactie? Daar is echt gewoon gedraaid. Die woorden zijn onverenigbaar met de feiten die er op dat moment waren. En ik vind dat onaanvaardbaar. Ik vind dat wij een parlement moeten zijn dat terstond alle relevante informatie te zien krijgt. Een parlement dat zijn taak serieus neemt. En het is schrijnend dat nu net wordt gedaan, ook getuige de brief van de minister-president, alsof het niet informeren van de Kamer in het belang van de Kamer zou zijn geweest. Het zou volgens de minister-president slecht zijn voor de kwaliteit van het debat om de informatie al meteen naar de Kamer te sturen. Maar waarom bemoeit de minister-president zich überhaupt met hetgeen waar wij als Kamer over debatteren? Als je deze lijn zou doortrekken, dan zou dus op alle onderwerpen een soort censuur moeten worden toegepast. Geen informatie tenzij er al een kabinetsappreciatie ligt. Werkelijk? De Kamer bepaalt zelf waar het in dit huis over moet gaan en de minister-president is hier te gast. En wij zijn het hoogste democratisch orgaan van dit land. En wij hebben een grondwettelijk recht op alle informatie. Daarom eis ik, mevrouw de voorzitter, op grond van artikel 68 van de grondwet, dat alle gespreksverslagen van die klimaattafels nu aan de Kamer worden gedeeld. We weten dat er penvoerders van de ministeries aanwezig waren bij al die klimaattafels, maar we hebben nooit de verslagen te zien gekregen. Die moeten binnen een week naar de Kamer worden gestuurd. Ik eis dat. Ik heb dat grondwettelijk recht ook als parlementariër. Daar is geen meerderheid voor nodig hier in de Kamer. Dat kunnen wij gewoon ieder individueel afdwingen. Ik wil een tweede dividenddebakel voorkomen. Alle informatie moet nu publiek worden. Alle gespreksverslagen van de klimaattafels. Kan de minister-president dat terstond toezeggen? Dank u wel. Dank u wel.